en volg een muzikale theaterroute door Leiden-Noord. Welkom bij het Unity TV nieuws van woensdag 15 april. Met de voorstelling Noorderling neemt het PS-theater de komende 2 weken de Leidse wijk De Kooi onder de loep. Noorderling is een muzikale theaterroute dwars door de wijk. En met de slogan Oost-West, Noord-Best zou je kunnen zeggen dat de voorstelling een soort ode is aan de wijk. Ja, een ode zou je het kunnen noemen, maar ik zou het eerder een portret van Leiden-Noord willen zeggen. Ja, dat het eigenlijk meer is. De bezoekers van Noorderling krijgen een koptelefoon op waarop verhalen te horen zijn. Die hen leiden langs de bijzondere plekken in de wijk. Ze maken een wandeling door de wijk, dus je raakt bekend met de vensterbanken, de etalages, de galerijen van deze wijk. Met zo'n tuin als deze. Je loopt langs het bouwterrein, daar word je bekend mee. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk om de verhalen van de mensen in de wijk. Dus je raakt op een bepaalde manier bekend met de bewoners. Zo, dus jullie komen hier even kijken. We komen even weer een kijkje nemen. Gezellig. Ja, als mag. Wil je binnen ook kijken? Ja, heel graag. Een van die bewoners is Bram Pater. Hij stelt zijn huis beschikbaar voor de voorstelling, om zo te laten zien hoe bijzonder zijn wijk is. Ja, dat is inderdaad een bijzondere wijk, want het is met niets te vergelijken. Dat proberen ze wel eens in Haarlem dit en in Rotterdam dat en Amsterdam. Nee, Leiden-Noord is Leiden-Noord. Ook niet met Zuidwest te vergelijken. Echt, het is heel... Waarom niet? Het is gewoon heel bijzonder. De mensen die hebben toch een heel ander soort mentaliteit dan je eigenlijk gewend bent. En dat moet je kunnen zien en dat moet je kunnen voelen, dat moet je weten. Dat kan alleen maar als je ertussen woont. En dat verhaal over en van de bewoners van De Kooi wordt door het PS-theater verteld. Ja, het is een best wel veelzijdige wijk. En een wijk die de hele tijd in verandering is. En ja, ik denk dat het altijd goed is om elkaar als buren goed te leren kennen. Of in ieder geval weet wat er aan de hand is als er ook nog nieuwe mensen bij komen. We laten op een bepaalde manier zien dat mensen die denken dat ze heel erg anders zijn van elkaar, met een heel andere afkomst. Dus of ze wonen al generaties lang hier in de wijk, of ze zijn uit een ander land hier naartoe gekomen. Uiteindelijk in hoe ze omgaan met elkaar heel erg gelijk zijn. Noorderling is deze week en volgende week van woensdag tot zondag te bewonderen in Leiden-Noord. Nou, we beginnen om 7:30, maar het is natuurlijk wel handig om ietsjes eerder te komen om dan je kaartje op te halen op het Kooiplein. Ik wens je nog een fijne dag.